We moeten het Master Sword pakken. Dit doet me weer aan Zelda denken, joh. Oké. Ik wou het pakken. En toen was het opeens weg. Want daar is die dan. Meta Knight. Yo, Nintendo fans. In de vorige video heb je kunnen zien dat Meta Knight daar is gearriveerd in het Colosseum. En we gaan eens even kijken wat hij daar uitspookt. Als jij Meta Knight, net als ik, een tof karakter vindt, druk dan even op dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dan gaan wij eens luisteren wat ze te zeggen hebben. Dit is de receptie van het Colosseum. In Kirby en de Vergeten Wereld natuurlijk. En hier kunnen we ons inschrijven voor toernooien en het tegen eindbazen opnemen. Als we het tot het einde weten vol te houden, krijgen een speciale beloning. Oh, een onverwachte vechter wil ons eerste toernooi als training gebruiken. Gestrand in deze nieuwe wereld, net als wij van de planeet Popstar, helemaal hierheen gekomen. De enige echte Meta Knight. Oké. We gaan het checken. De Meta Knight Baker. Zo, dit ziet er net uit als Smash Bros, joh. Het zijn 6 gevechten die we moeten doen. Oké, let's go. We gaan het Colosseum winnen. En blijkbaar moeten we dus tegen allemaal bazen gaan vechten hier. De Meta Knight Baker. We kunnen een power-upje kiezen. We kunnen een emmertje pakken. Gaan we voor het zwaard? Gaan we voor de bom? Oké, we gaan voor de bom. Let's go. Go. Oh, we moeten gelijk tegen deze baas. Ja, deze was wel gelijk lastig. Pas op. Ja, deze baas vond ik wel gelijk best wel moeilijk. Kijk, dit bedoel ik. Dit bedoel ik, Curbs. Kijk uit. En nu. Bommen gooien. Op. Ja, ik raak hem niet zo goed. Kijk, nu... Ja, kijk, zo wel. Zo raak ik hem wel lekker. Eigenlijk moet ik die bommen gewoon voor hem neerleggen. Zo. En dan... Ja, ga er maar in. Goed zo. Ga er maar in. Rustig. Hier. Ik had beter het zwaardje kunnen pakken. Paniek. Kom op. Ja, nu gaat hij weg, volgens mij. Kijk, nu wordt hij helemaal boos. Gaat hij daarin? Ja, lekker. Nu kan ik hem dus nooit raken vanaf hier. Een beetje blijven rennen. Auw, joh. Wat de F, man. Doe eens rustig. Waarom moet je mij de hele tijd pakken? Ik kan beter misschien met die sterren vechten, trouwens. Oké. Waarom raak je mij de hele tijd? Ga weg. Dit is gelijk een lastige baas, man. Ik ben gelijk bijna dood door deze eerste baas. 1 minuut en 2 seconden en 33 milliseconden. Het ging niet helemaal top. Oh, kijk. Ik kan hier dus gelijk nog een emmertje pakken. Dan ben ik weer vol. Oké, we gaan nu voor de Charizard kracht. Ja, beter krijg ik nu wel een makkelijkere baas. De boombaas. Let's go, boombaas. Niet gelijk allemaal dingen op mijn bakken gooien, alstublieft. Oké. Dit gaat goed. Lekker bezig, Charizard. Lekker bezig, Cherrycurb. Pas op voor de wind. Spring. Goed zo. Hoppa. Ja, we gaan wel hard, man. Dan blaast hij mij weg. Oké, let's go, dit gaat goed. Oké, dit had ik kunnen weten. We hebben deze baas natuurlijk al lang verslagen. Straks gaat hij weer zo'n kooi ding ervoor gooien. En nu komt er weer, denk ik, ja, weer een nieuwe kooi. Ja, lekker. Dit vuur is trouwens wel echt goed, want het vuur dat doet hem gewoon, dat blijft hem damage doen de hele tijd. Ook al ben ik niet aan het vechten. Ja, we hebben hem. Oh, deze ging kapot snel. Lekker. Doei, boompie. Ik wil eigenlijk deze kracht gewoon houden. Deze kracht vind ik super nice. Maar wanneer komt Meta Knight? Want nu komt eerst nog de Bilbaviaan. Golossos. Hop. Kom op. Oké, spring. Ja, top. Spring nog een keer, Curbs. Lekker. Oké, gaat goed. Gaat helemaal top. Oh, dit gaat echt heel goed. Dit gaat echt super goed. Oh, maar we kunnen hem pakken, joh. Of kunnen we hem net niet pakken? Nee, we kunnen hem nog net niet pakken. Oh, maar wel bijna. Oh, maar lekker. Lekker, hij is al bijna dood. Hij is al dood. Ah! Zo snel. Lekker, man, die Charizard-kracht. We zijn niet eens geraakt, volgens mij. Maar ik heb nog maar 3 bazen verslagen in totaal. Dus ik denk dat ik, volgens mij, nu krijg ik weer diezelfde bazen. Oh, nee, nu krijg ik mini-bosses. Nu krijgen we de wilde Frosty. Pak hem. Lekker. Oh, die is ook al bijna kapot. Dit gaat heel snel. Die is al bijna kapot. Die is echt al heel bijna kapot. En die is al kapot. Oh, wacht. Er komen er meer hier zo. Er komen er nog meer. Dit is de wilde bonkersbaas. Pas op. Laat hem hier niet bonken. Lekker. Wat gebeurt er allemaal? Ik zag niet eens wat er gebeurde. Ik pakte hem keihard in de lucht. Heel mooi dit. Oh, nu komt volgens mij Meta Knight dan. Want we hebben nu 5 bazen verslagen. 2 minuut 55 seconden. We gaan wel lekker hoor. Oh, nee. Het is niet Meta Knight. Wie is dit? Het is Wild Edge. De wilde Edgy. Oké, kom op. Oh, ja. Even via de achterkant. Ja, top. Maak hem kapot. Oh, dit gaat weer zo snel, joh. Wauw.
Wie is dit? Dit is de Duckerina, Flurina, let's go. Ja, die gaat ook helemaal kapot, joh. Die gaat ook helemaal kapot. Helemaal kapot door de vuur. Ik hoef niet eens wat moeite te doen. Kijk dan, zo easy. Zo easy peasy. 3 minuut 26. Het gaat veel te hard. Oh, en nu hebben we een kissie. Zit daar dan een blueprint in of zo? Wat zit erin? Oh, monies. En een sappie. Maar wanneer zijn we klaar dan? Zijn we nu klaar? Oh. Oh, we moeten het Master Sword pakken. Dit doet me weer aan Zelda denken, joh. Oké. Ik wou het pakken. En toen was het opeens weg. Want daar is die dan. Meta Knight. Ah, lekker Kirby. Lekker ontweken, vriend. Oh, dit wordt er een, hoor. De eenzame strijder. Meta Knight. Ja, Meta Knight is wel vet, man. Oké. Je bent lekker bezig. Ja, je hebt een mooi zwaardje. Ik ga niet voor je liegen. Je hebt een heel mooi zwaardje. Wat ga je allemaal doen qua aanvallen? Ga je sick aanvallen doen? Valt nog wel mee. Je komt een beetje op me afrennen. Dat doe je denk ik 3 keer. Oh, ja. Oh, ja. Oké, hij heeft 2 aanvallen. 1 keer doet hij dus 3 achter elkaar. En, oh, hij heeft er nog 1. Oh, snap. Komt hij keihard op je af. Dit is wel vet gedaan, man. Echt in zo'n arena. Dit is heel cool. Echt zo'n dikke 3D battle. Ik ben tot nu toe volgens mij nog geen 1 keer geraakt, trouwens. Misschien ga ik hem nu jinxen. Oh, hij gaat schieten. Ah, en dan vliegen. Ah, en dan... Ah, nee. Ik blijf gewoon lekker in de lucht, man. Hij wordt nu boos. Oh, snap. Oké, wat ga je doen? Oké. Dit is op zich niet zo heel moeilijk. Ik kan gewoon kijken waar de rotsblokken terechtkomen natuurlijk. En dan kan ik nu ook zien waar Meta Knight terechtkomt. Hij gaat mij weer aanvallen. Wat ga je doen? Ik moet... Ja, in de lucht. Jeetje, mag ik je nog wel... Kan je nu eindelijk weer een keer raken? Gelukkig staat hij gelijk in de fik, dus ik doe hem nog steeds damage. Nou, hij gaat nu echt allerlei zieke shit doen, hoor. Kijk hem gaan, jongen, die Meta Knight. Ik kan hem ook echt niet raken als hij zo in de lucht hangt. Tenminste, niet met mijn superkracht. Ofwel, ja, lekker. Ik heb hem geraakt. Oké, wat ga je nu doen? Nu ga je weer die... Ja, oké. Ik ben geraakt. Ik had bijna perfecte score, maar ik ben nu geraakt omdat ik te gierig was. Ik wil Meta Knight down hebben. Wat ga je... Lekker. Komt hij... Hij is wel echt snel. Ik vind het wel een toffe battle, man. Ik vind het vet. Daar is hij. Daar staat hij naast me. Pas op. Lekker. Nog 2 keer raken, denk ik, of zo. Kom op. Ja! Daar gaat hij. Wel vet. Oh, wat? Huh? Het zag er opeens uit als een blauwe Kirby. Ja, wel lekker dit, hoor. We hebben Meta Knightje gewoon verslagen. En wat krijg ik dan nu voor beloning? 500 sterrenmunten. Heb ik dat allemaal voor 500 muntjes gedaan? Oké, en ook wel één andere ster. En een blueprint voor het Meta Knight zwaard. Dat is wel cool. Oh, dat vind ik heel cool. Die gaan we gelijk eens even ontwikkelen. Oh, huh? Daarboven ligt ook nog een ster. Zag je dat? Blijkbaar zitten hier allemaal sterren verstopt, joh. Dat wist ik niet eens. Oh, maar dit komt wel goed uit. Want ik denk dat ik 3 sterren daarvoor nodig heb om dat Meta Knight zwaard te fixen. Hier, meneer, ik heb blueprintje voor je. Kijk. Dus deze gaan we nu voor de 2e keer dan upgraden als het kan. Ja, dat kost 1200 sterren en 3 van die speciale sterren. Maar ik denk wel dat dit heel vet is. Ik wil deze sowieso hebben. Het Meta Knight zwaardje. Ja, we hebben ook het masker nu. Het Meta Knight masker. Wat cool. Oh, shit. Ja, dit is vet. We gaan hem even testen, hoor. Oh, ik kan ook schieten ermee. Yo, deze is overpowered, jongen. En als ik hem ingedrukt houd, die knop, dan laat ik op en dan... Oh, dan doe ik een spinning attack die echt super sterk is. Ja, man. En dit is ook super snel. Oké, laten we even een leveltje gaan spelen met dit wapen. En daarvoor gaan we nu naar een nieuwe wereld. Want in de vorige aflevering hadden we weer een baasie verslagen. En dit ziet eruit als een sneeuwwereld. Het heet ook de Witpiek. Oké, man, spannend. Wat is dit voor dorpje, kasteeltje, stadje? Het is de Noordelijke Vroststraat. De Noordelijke Vorststraat, oké. Krijg er een beetje van die Harry Potter vibes van. Als Harry en Hermeline zeg maar naar die ene plek gaan waar Harry's ouders liggen begraven of zo. Die vibe krijg ik een beetje bij deze stad, als ik eerlijk ben. Volgens mij is het daar een beetje op geïnspireerd. Yo, maar kijk Meta Knight Kirby, jongen. Oh, hij heeft ook zo'n vleermuisding achter op zijn rug. Nou ja, rug. Heeft Kirby eigenlijk een rug? Het is gewoon één groot hoofd.
Een hoofd met armen. Hallo, ik heb Metanite power-ups. Jij gaat niks meer kunnen doen tegen mij. Hatseflat, wat is dit? Hoppa. Oh, kijk, dat moesten we doen. We moeten 4 sneeuwdieren verwoesten. Als quest. Ik ben wel een beetje bang dat ik nu iedereen ga slopen en nu een paar power-ups ga missen. Als ik voor de 3e keer sla, dan komen er ook van die zoobats vanaf. Echt heel cool. Ik ben dus even benieuwd of dit ook een power-up is. Ja, kijk. Dat is de Frost power-up. Nou, ik wil toch liever deze, hoor. Zit je lekker sneeuwballen op mijn hoofd proberen te gooien, jij, joh. Oude penguin. En daar de hulp, jij probeert mij nog te beschieten. Ah! Oh, je mist me gewoon. Ik liep er gewoon onderdoor. Lekker dit. Hier is een bommetje. Dan kan ik heel die muur laten exploderen, denk ik. Oh, dit is wel chill. Dit is heel chill. Ja, en een geheimpje hier zo. Ik maak iedereen kapot met dit zwaard, jongen. Dit is echt niet normaal. Dit is echt... Hier, dit is zo makkelijk. Hierachter staat ook iemand verstopt. Ik zag jou wel, vriend. Ik zag jou wel. Daar zijn 2 bommenmannetjes. Die gaan we ook eens even pakken. En dan worden wij hier een mond vol blikjes schietding. Ik schiet iedereen kapot. Hier, no problemo. Alles gaat helemaal kapot in deze stad. Ik moet wel een beetje zuinig doen met mijn blikjes, volgens mij. Anders zijn ze straks op. Hier nog een geheimpie. Waar zijn de Waddledees trouwens in dit level? Ik heb nog geen 1 Waddledee gevonden. Oké, daar staan... Ja, daar staan 2 sneeuwbalmannen. Nu staat nog 1 sneeuwbalman. Oh, hier is een Waddledee verstopt. Is dit de eerste? Dit is de eerste. Oké, nou moet ik die hier moet ik hem weer uitdoen. En dan gaan we naar het volgende stukje. Let's go, Metanite. Oh, nee, daar was een hond. Terwijl ik wegvlieg daar... Zag ik dat daar zo'n sneeuwhond stond in de hoek. Die hebben we dus gemist. Ik denk dat jullie hem ook wel zagen. Ik ga hem niet opnieuw pakken. Doe ik wel een ander keertje. Helaas, helaas. Sneeuwbal gooien, man. Hou eens even op, jongen. Ik ga maar hier naartoe. Oh, oh, jongen. Ja, je bent wel pro-sneeuwbal gooien, hè? Zou hier nog wat zitten? Hier is in ieder geval een muntje. Hier beneden nog? Nee, ik denk het niet. Hou eens even op met al die sneeuwballen, jongens. Oké, hier kunnen we denk ik zo naar beneden. Oh, die moeten we... Oh nee, dan moeten we op de target schieten. Dan heb ik zijn power-up nodig. Ja, even snel dan, hè. Even snel. Even snel, want ik wil wel die Metanite kracht terug. Zo, top. Oké, en weer terug. Terug, terug, curbs. Metanite kracht pakken. Snel. Lekker. Top dit. Hier nog wat muntjes. Oh, ik baal wel dat ik die sneeuwhond nu heb gemist, hoor. Nou, laten we dan maar even hier naar binnen gaan. Hier hebben we ook weer die kracht nodig. Can I have your powers? I want your powers. I want to shoot on this thing. And then I want to shoot there. Ja, lekker. Metanite powers weer terug. Ik wil gewoon eigenlijk nu de hele game spelen met die... Auw, met die net Metanite powers. Yo, ik werd echt flink op mijn kont geschoten daar. Nou, Waddledee, jij bent ook weer terug. Hier is ook nog een hondje. Ja, maar ja, we hebben er dus al eentje gemist. Beetje jammer, maar laten we maar gewoon lekker doorgaan. Ik ben trouwens wel benieuwd of ik hier nog iets zou missen. Volgens mij... Nee, volgens mij heb ik alles wel gefixt hier. Ik schiet nu trouwens niet meer. Volgens mij komt dat omdat ik niet meer full HP ben nu of zo. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Oh, jongen. Rustig aan met je sneeuwbal alsjeblieft. Hier is een Waddledee verstopt. In de muur. Even snel die andere verschrikkelijke sneeuwmonsters pakken. Zou hier nog wat liggen? Ja, hier is ook wat. Kunnen we hier omhoog? Ah, kijk, ja, geheimpie. Lekker. Hier naartoe. Denk ik dat we bij het laatste deel van de level zijn aangekomen. Bommerman, ga weg, jongen. Hoppakee, ik ben weer een trappetje. Kennen we hier naar boven? Eens even kijken. Hier naartoe. En dan kunnen we denk ik deze blokjes allemaal zo kapot maken. Ja, er ligt ook weer een geheimpie onder. Top. Misschien moet ik toch nu maar eventjes Bommerman's kracht absorberen. Dan kunnen we misschien deze muur kapot maken hier. Nee, toch niet. Dat moeten we dus blijkbaar toch gewoon met de trap doen. Of hè, hoe doen we dat dan? Hier staat helemaal geen trap. Moeten we met de trap naar beneden vallen? Is dat het ding? Ik denk het wel. Ah, hier is de laatste hond. Oké, kunnen we überhaupt met de trap naar beneden vallen? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, want hier is de trap waarmee we omhoog kunnen. Ja, kijk. Top. Hou eens op met die sneeuwballen allemaal, joh. Wat een vervelende grappies, joh. Ik plet dat beest zo hard. Oh, hierboven is een Waddledee. Yo, deze is wel goed verstopt. Nice. Ja, die was leuk, die was leuk. Kijk, nu schiet ik weer met mijn zwaard. Dat komt denk ik omdat ik full HP ben. Dit wil je wel, hoor. Je wil eigenlijk gewoon full HP zijn met Metanite. Volgens mij, als we dan hier naar boven gaan, hebben we dit leveltje uitgespeeld. Zo, het is nog wel druk daar trouwens. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Volgens mij zitten ze allemaal feestje te bouwen hier, man. Oh nee, ik ben weer geraakt. Nee, waarom raak je mij? Nu heb ik geen superpowers meer met Metanite. Potverdorie. Dat vind ik niet tof. Dat vind ik helemaal niet tof. Hier, ga kapot allemaal. Wat, ze vlots. Lekker. Knoppie 1. Knoppie 2.
knoppie 3. Maar ik vraag me wel af of ik ook naar boven nog kan. In die klokkentoren. Nou, ik denk het niet. Maar het lijkt er wel op alsof daar nog wat zit of zo. Helemaal bovenin zie je zo'n soort van gouden gloed. Toch eens even kijken of hier nog niet wat verstopt zit. Even wachten, Waddle Dees. Nee. Ik denk toch niet dat ik daar naartoe kan. Die toren hier links. Waddle Dees! Come to Kirby! Doe je Meta Knight dansje! Dit ziet er zo raar uit als Meta Knight. Ik heb voor de rest niet heel veel gehaald hier, zie ik. Putverdurrie. Maar wel alle worldies. En nu moeten we naar de metro op het ijs, blijkbaar. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus als je die ook weer wil zien, dan moet je sowieso even abonneren. Doe dat duimpje omhoog voor de support. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!